Dan heb ik voor natuurkunde een 7,6. En wat ik ook ga doen, is ik ga een derde gaatje laten schieten. We gaan nu lekker even mijn vader uit eten. Hij is echt veel te groot aan de bovenkant. Het ziet er niet uit. Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken in deze nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn leven. Ik ga vandaag wel wat leuke dingetjes doen, dus ik dacht ik ga jullie gezellig meenemen. Wat ik ga doen, ga ik jullie zo meteen vertellen. Maar heb je nu al zin in de video, doe dan zeker eventjes je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook eventjes op mijn YouTube kanaal, dat zou ik super leuk vinden als je dat zou willen doen. Want we zijn bijna bij de 400 abonnees en dat vind ik heel erg leuk. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het kijken van deze video. Nou, ik zei dus dat ik vandaag een paar leuke dingetjes ga doen. Wat ik ga doen is een vlogcamera kopen, daar heb ik zoveel zin in. Jullie willen niet weten hoeveel zin ik daarin heb. Want ik film, ik denk wel dat mensen dat hebben gezien als ik bijvoorbeeld mijn auto laat zien of zo. Ik film gewoon met mijn telefoon en ik vind het prima. Maar ja, uiteindelijk wil ik wel gewoon een vlogcamera. En die ga ik dus vandaag kopen. Ik ga zo meteen met mijn moeder gezellig naar de stad. En dan gaan we die kopen. En wat ik ook ga doen is ik ga een derde gaatje laten schieten. Het is een beetje impulsief dat ik het nu bedenk. Maar ik wil het gewoon echt heel graag. En een vriendje van mij die heeft het nu ook. En ik vind haar heel erg leuk staan. Dus ja, ik wil het ook heel graag. Alleen ik ben dus best wel bang dat het te dicht bij mijn kraakbeen is. En dan dat het dan gepierst moet worden. En dat wil ik dan echt niet. Maar als het geschoten kan worden, dan wil ik het wel heel graag. Dus dat zijn de dingetjes die ik vandaag een beetje ga doen. Ik ga jullie even laten zien wat ik aan heb. En dan gaan we straks naar de stad. En dan gaan we mijn vlogcamera kopen. Ik ben echt super excited. Nou, dit is de outfit of today. Ik heb dit hele schattige jurkje aan van de Zara. Met van die streepjes. En hier heb ik zo'n klein... kraagje. En ik heb hier even wat open gedaan. Anders vind ik het een beetje een beetje zo'n saai jurkje. En hij is ook heel mooi getailleerd hier zo. Dat sluit wel gewoon mooi aan. Dus dit is mijn outfit. En dan doe ik dan nog gewoon zwarte laagjes onderaan. Maar dat doe ik zo meteen beneden. Dus dat is de look. En qua sieraden, ik heb dit nieuwe kettingje om. Van de Stradivarius. Ik vind het echt heel erg leuk. Ook al is het al een paar zomers geleden volgens mij dat dit echt in is. Maar ik vind het nog steeds gewoon heel erg leuk. En die heb ik in het goud. Ik heb hier nog een armbandje. Hier nog wat armbandjes. En ik heb deze volgens heb ik nieuw. Die zijn van My Jewelry. Ik vind ze echt zo schattig. Ik heb mijn haar in een strakke knot naar achter. En ik heb een klein beetje make-up opgedaan. En ik denk dat ik vandaag deze tas omdoe. Van de Zara ook. Dus dat is dan een beetje de outfit. En ik heb er zoveel zin in. Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Hoeveel zin ik erin heb. Zet jullie even op mijn spiegel. Ik heb vandaag ook heel mijn kamer opgeruimd, want het was echt nodig. Ik heb uiteindelijk niet meer alles gedaan wat ik wilde doen. Want ja, ik ken mezelf. Op een gegeven moment heb ik geen zin meer. Maar ik heb op zich wel veel gedaan. Dus dat is fijn. Maar ik ga even wachten op mijn moeder helemaal klaar is, want die ging nog eventjes douchen. Het is denk ik nu 1:15 of 2:15. En dan gaan we zo meteen naar de stad. Oh, ik kan niet wachten. Echt niet. Ik heb natuurlijk ook toetsweek gehad. Daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Als je hem nog niet hebt gezien, zou ik hem wel even linken in het i'tje. Maar daarin hebben jullie dus kunnen zien dat ik toetsen heb gemaakt. Logisch. En ik heb nu al een aantal cijfers terug. Ik moet nog 1 cijfer terugkrijgen om precies te zijn. Dat moet voor maandag. Maar ik zou jullie wel eventjes vertellen welke cijfers ik tot nu toe heb. Zo. Ook eventjes mijn iPad, want ik weet niet 100% zeker of ik het eigenlijk goed zeg. Ze zijn niet heel goed, maar het kan ermee door. Even kijken, cijfers. Oké, jongens, mijn moeder komt even binnen. Maar ik ga weer beginnen bij het begin. Nou, ik ga wel eens geschiedenis doen. Voor geschiedenis heb ik, dat ik het niet verkeerd zeg. Ja, een 7,1. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik stond voor geschiedenis een 5,4. En als ik met 0 onvoldoendes... naar de derde ga, dan zou ik van mijn ouders een vlogcamera krijgen. Ik ga wel de helft mee betalen, want de vlogcamera is natuurlijk wel echt super duur. Maar dan betalen ze zeg maar de helft mee. Ik sta nu nog 0 onvoldoendes. Ik moet dus nog 1 cijfer terugkrijgen, maar ik kan niet meer dat na een onvoldoende halen. Ik mag alles halen zeg maar daarvoor. Als het goed is, ga ik trouwens eigenlijk nog even kijken. Niet te vroeg juichen. Maar, of trouwens, ik moet volgens mij daarvoor een 3, nog iets halen. Maar ik denk wel dat ik dat heb gehaald. Dus dat. Oké, we gaan even door, want anders ga ik echt te lang over iets praten. Voor geschiedenis ben ik uiteindelijk een 5,8 gaan staan. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want ons toetsweekcijfer dat altijd 6 keer mee. En een normaal SO 2 keer. Nou, dat was dus geschiedenis. Dan gaan we even naar Engels. Dat was een leestoets. En ik ben niet zo goed in leestoetsen. Ik heb een 5,4. Dus je kan denken, het is echt super zuur. Ik vind het ook wel zuur, want ja, als ik dat toch nog best wel hoog heb... Dan vind ik dat wel jammer, maar ik ben er wel echt blij mee, want ik had eerder een 3 of zo verwacht. En met Engels
ben ik geëindigd met een, even kijken, een 6,2. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik vind Engels namelijk best wel lastig. Dan heb ik voor aardrijkskunde, dat is wel echt een tegenvaller. Ik heb namelijk een 4,6 gehaald. Hij ging ook niet zo heel goed, maar ja, het is toch altijd wel gewoon ja, niet leuk als je zo'n cijfer binnenkrijgt. En met aardrijkskunde, ik heb wel echt geluk. Ik ben geëindigd met precies een 5,5. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dan heb ik voor natuurkunde een 7,6. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En natuurkunde heb ik afgerond, zo moet ik het zeggen, met een 6,7. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik hier nog even kijken. Hier zijn ook nog andere cijfers. Wiskunde heb ik een 6,8 voor gehaald. Daar ben ik ook heel erg blij mee, want ik vond het een best wel lastig hoofdstuk. En wiskunde heb ik afgerond met een 7,4. Ik stond er eerst een 7,5 voor, dus afgerond een 8. Ik vind het wel jammer dat ik geen 8 meer sta. Maar op zich, het is ook niet zo erg, want het is gewoon goed. Dus dat is geschiedenis als wiskunde. En dan heb ik voor Nederlands een 5,5 gehaald. Dat was een leestoets. Daar ben ik, ja, ik ben gewoon niet zo goed in leestoetsen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En voor Nederlands ben ik geëindigd met een 6,6. En dat ronde zeg maar af dan naar een 7. En dan heb ik voor Frans een 5,8 gehaald. Daar ben ik ook blij mee, want die toets was zo moeilijk. Was echt de moeilijkste toets van Frans die ik ooit heb gehad. Dus daar ben ik echt blij mee. En dan ben ik geëindigd met een 6,8. En dan heb ik nog voor biologie ook een 5,8. Helemaal blij mee. En biologie heb ik afgerond met een, even kijken, 6,3. En dan als laatste, het laatste cijfer die ik binnen heb gekregen is voor tekenen een 5,6. Dat was een begrippentoets en ik vond hem best wel lastig. Ook weer niet, want op zich ging hij wel goed, maar ik vind hem wel prima. En tekenen heb ik dan afgerond met een, even kijken, 7,4. Dus dat zijn de cijfers tot nu toe. Mijn moeder hoor ik, die is net even aan het bellen, naar een sieradenwinkel waar ik dus mijn derde gaatje ga laten schieten. Een vriendje van mij, Danique, die heeft ook haar derde gaatje daar laten schieten. Dus ik ga het daar ook gewoon doen. Want ik vind het bij haar heel erg mooi. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik vind het altijd wel een beetje eng. Ik heb vorige zomer, of die zomer daarvoor. Volgens mij die zomer daarvoor alweer. Heb ik mijn tweede gaatje laten schieten. En ik ga dus nu mijn derde. Ik heb er helemaal zin in. Maar ik ga jullie zien als ik onderweg ben. Dus dan zie ik jullie later weer. Oké, jongens. Ik ben net uit het winkeltje. Hij zit niet daar. Hij zit daar achter. Het winkeltje heet Bij Anne. En daar heb ik dus mijn derde gaatje laten schieten. Ik zou het jullie even laten zien. Kijk. Zo zien jullie hem dus. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb dus gewoon voor een goud knopje gekozen. En het lijkt wel alsof deze iets hoog zit. Maar dat komt omdat deze oorbellen weer anders zitten. En het is mooier als ze echt in een rechte lijn omhoog lopen. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. En ik heb een heel leuk ringetje. Deze. En die vind ik zo mooi. Hij heeft gewoon een heel dun, eigenlijk een beetje een bandje. En dan heeft hij super mooie diamantjes een beetje. Met allemaal leuke kleurtjes. En mijn moeder heeft ook nog twee oorbelletjes. Kijk, mama heeft ook nog twee hele leuke ringetjes. Dus nou, wij zijn geslaagd. We gaan nu lekker naar de stad. We gaan lekker even lunchen, want we hebben allebei best wel veel trek. Het is nu 2:15 geweest. 2:50 is het alweer. Het ging echt heel erg snel. Ze had gewoon een puntje gezet en geschoten. Gelukkig deden twee meiden tegelijk. Dat vind ik wel fijn. Anders dan heb je er één gedaan en dan moeten ze nog een keer. Dat vind ik wel een beetje eng. Maar het ging helemaal goed. Dus dat vind ik fijn. We gaan nu lekker dus naar de stad. En dan gaan we even lekker lunchen. En dan gaan we daarna mijn vlogcamera kopen. Waar gingen we eerst naar de Zara, toch? We hebben eerst lekker geluncht. Oh, we zijn eerst lekker geluncht. Toen naar de Zara. Toen naar de Zara geweest. Daar heb ik een paar leuke dingetjes gekocht. Die laat ik jullie wel zien als ik lekker thuis ben. Toen zijn we naar... Toen zijn we naar de Douglas geweest. Want mama had nog iets nodig, maar dat hadden ze niet. Maar ik heb toen mijn wenkbrauwen laten verven. En ze hebben
ze heeft er ook een kleursnoek in gedaan. Dus ze is nog iets donkerder. En ze heeft het heel mooi geëpileerd. Dus lekker allemaal haartjes zijn weer weg. En uiteindelijk zijn we nog... We zijn trouwens ook nog naar de Bijenkorf geweest. Want ik wil heel graag een nieuwe zonnebril. Toen gingen we nog eventjes... Wat moet ik nou zeggen? Naar de Bijenkorf. Naar de Bijenkorf. Want ik wil dus heel graag een nieuwe zonnebril. En ik heb hele mooie gezien. Maar ik ga er nog even over nadenken. Want het is natuurlijk best wel duur. Want ik wil wel echt een mooie zonnebril, zeg maar. Dus ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar kopen. En uiteindelijk zijn we nog naar de Mediamarkt geweest. En daar heb ik mijn vlogcamera gekocht. En ja, daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik heb hem voor de helft mee betaald en de andere helft hebben mijn ouders betaald. Want omdat ik overga naar 3 VWO en ja, eigenlijk daarom gewoon. Omdat ik overga. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus die hebben we lekker gekocht. Dus die ga ik straks ook lekker uittesten. Ik ben helemaal benieuwd. Ik ben helemaal excited ook. En ja, dat ga ik dus straks doen. Ik hou jullie even tegen. En we gaan nu lekker even met mijn vader uit eten. Het is nu vrijdag en ja, we hebben wel even zin om lekker een hapje te eten. Dus dan rijden we nu naartoe. Het is echt super druk op het terras. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar het trekt nu ook open. Want vandaag was het best wel bewolkt. Maar het is echt mega druk. En ja, het is natuurlijk niet zo handig. We gaan natuurlijk ook bijna op vakantie. Dus we moeten ook wel een beetje uitkijken. En in de stad, ik doe soms gewoon even mijn mondkapje op. En ja, voor de rest in winkels... bijvoorbeeld toen ik mijn wenkbrauwen liet doen. Ik had zelf ook mijn mondkapje op en die vrouw ook. Dus dat is wel gewoon fijn. Nu ben ik er wel gewend. Het leek echt even heel donker. Maar ik ben er wel echt heel blij. Want ze zijn ook weer lekker mooi in vorm. En natuurlijk mijn derde gaatje. Ik ben er nog steeds echt mega blij mee. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel alsof deze raar is geschoten. Maar dat is niet. Toch? Nee. Mama zegt gewoon niet. Moet je gewoon eventjes aan binnen, schat. Komt wel goed. En dan gaan we dus zo meteen lekker eten. Ik heb echt heel veel trek. En laatst kun je eens thuis wel even zien... Wat ik nog heb geshopt. Ik heb wel een paar leuke dingetjes nog gehaald. Maar dan gaan we nu eerst even lekker eten. Nou jongens, daar ben ik weer. Ik ben weer lekker thuis. We zijn dus lekker ook nog wezen eten. En het is nu even kijken. 9:50 alweer. En ik ben dus naar thuis. Doe even alvast deze shutters dicht. Ik heb eventjes dat extra kleurtje eraf gehaald. Want dan was het wel echt heel erg donker. Maar ik ben echt super blij met mijn wenkbrauwen. Dus dat zijn mijn wenkbrauwen. En ik ga nu even... een shopblogje doen van de dingetjes die ik vanmiddag in de stad heb gekocht. Ik ga beginnen toen ik mijn derde gaten laten schieten. Nou, die zit dus hier en daar ook. En daar heb ik ook een heel erg leuke ringetje gekocht. Een keer iets anders dan normaal, maar ik vind het zo'n mooie ring met 5 verschillende kleuren ja, diamantjes eigenlijk. Een rode, een beetje een paarse, een roze, een gele en een blauwe. En ik vind deze echt prachtig, dus die heb ik. En dan heb ik dus gewoon gouden knopjes om te schieten. Je kon ook zilver doen, maar ik hou van gouden sieraden. Even kijken. Bij de Douglas heb ik van Benefit iets gekocht. Omdat ik dus mijn wenkbrauw heb laten verven, zag ik een heel mooi product. En die wilde ik eigenlijk wel kopen. Dus we gaan hem even openmaken. Er zit een touwtje. Die knip ik er even vanaf. Dat is een beetje vervelend. Ik heb ook nog wat testertjes gekregen. Even kijken hoor. Als eerste van... Angel, dat is een hele lekkere geur. Een body lotion. Ik ga het even openmaken. Oh, dat ruikt wel echt heel lekker. Dus een lekkere body lotion. Ziet er trouwens ook echt niet uit, maar oké. Okay. Nou, nog een kaartje. Nog iets van Chanel, een lipkleur. En nog van Dior, een serum. Een super potent serum. Nou... helemaal leuk. Maar wat ik heb gekocht is van Benefit. De Shaping and Setting Gel 24 Hour Brow Setter. Het is dus een doorzichtige wenkbrauwgel. Ik heb die ook van Essence. Zo. Alleen die vind ik best wel nat. En deze die is in het begin ook wel nat. Maar die droogt echt transparant op. Dus ik ben benieuwd. Ik heb gewoon meteen de grote gekocht. Want je hebt ook een mini. En ik ga hem even meteen opdoen. Ik ga het gewoon even zo doen. Oké, hij voelt wel echt... beetje verkoelend of zo. Wel heel lekker. Hij ruikt ook best wel lekker. Dus dat is deze van Benefit. Die heb ik gekocht. Ik moet straks nog mijn make-up eraf halen. Dus dat is niet zo erg. Dan heb ik... of mijn moeder heeft trouwens nog. Laat ik even zien. Bij Rituals nog even een handcreme. Was dat hele droge handen. Dus dat is deze nog. En dan bij de Zara...
Oh, wacht. Dit is trouwens ook nog iets van mijn moeder. Gaat lekker. Ik weet niet of dit nou allemaal bij elkaar hoeft. Maar mijn moeder heeft nog dit crèmetje gekocht van Estée Lauder. Die gebruikt ze altijd. En heeft ze nog een oogcrèmetje bij gekregen. En is dit nog een parfumpje. Is er uitgegaan. Maar parfumpje van... Dit merk kan ik echt niet uitspreken. En dan gaan we nu bijna naar de Zara. Want er zit ook nog een mascara bij. Deze is ook van Estée Lauder. Wow. Dat is echt een heel groot borsteltje. Nou. Leuk, leuk. Nou, dan gaan we nu echt naar het dingetje van de Zara. Oké. Als eerst heb ik 2 sandaals. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik heb echt sandaals nodig. Of ja, ook slippertjes vind ik ook leuk. Maar ik heb eigenlijk gewoon 0 sandaaltjes voor deze zomer. Dus ik heb deze gekocht. Ik vond deze wel heel schattig. Deze. En dan heeft hij zo'n glitterrandje. Dus ik heb deze gekocht. En dan heeft hij hier waar je voet aan de achterkant zit, heeft hij dat goud. Ik heb deze in de maat 39. En deze wagen 29,95. Ik weet niet of je zo echt goed scherp de productcode kunt zien. Maar ik laat het eventjes aan jullie zien. Dit zijn ze in ieder geval. En dan heb ik ook nog slippertjes. Deze vond ik ook heel leuk. Toen ik ze zag, dacht ik eerst nee. Maar ik zie dit al helemaal voor me naar het strand met zo'n grote oversized blouse. En dan misschien met een shortje eronder. Ja, ik vind dat helemaal leuk. Dat zijn in ieder geval deze. Dit is echt zo'n grote ketting ding. Dit is wel echt zieke plastic. Dat voel je echt heel goed. Dit heb ik ook in de maat 39. En deze waren 39,95. Ook weer even de productcode. Waarschijnlijk kun je het echt niet goed zien. Maar dat is dadelijk in verandering. Want we hebben een vlogcamera. Oh jongens, ik ben zo excited. Ik wil er eigenlijk gewoon meteen naartoe. Maar ik doe het eventjes niet. Dan heb ik nog wat kleren. Echt, ik schaam me zo erg. Want deze week ben ik echt al 3 keer of zo naar de stad geweest. Of 2 keer. En gewoon iedere keer wat gekocht bij de Zara. Maar oké. Okay. Oh, hier zie ik trouwens ook nog van Rituals. Hebben een testje gekregen. Een Hydrating Overnight Cream. Helemaal leuk. Oké, okay, bij de Zara heb ik als eerst een body. En deze vind ik echt super leuk. Ik heb een andere body dan normaal. Deze zit gewoon zo. En heeft hier zo'n kleine V-hals. En dat vind ik... V-hals. Hoe noem je dit? Ik weet het even niet. Kom er even niet op. Maar zo'n body. En het is gewoon zwart met wit. En dan, ja, hij gaat gewoon als een normale body. Ik heb deze in een maat S. En deze was maar 9,95. Hier ook de productcode of artikelnummer. Ik weet niet echt of dat een verschil is. Maar dan kun je hem makkelijk opzoeken op de site. Of weet ik veel hoe je het wil doen. Dus deze. Ik ga zo meteen nog even de kleren passen. Want dat heb ik nog niet gedaan. En morgen ga ik dus met een vriendinnetje schoolspullen kopen. Dan ga ik weer naar de stad. En als dan iets niet past, dan kan ik dat gewoon meenemen. Dus dat is wel handig. Even kijken. Dan heb ik ook nog een topje bij de Zara. Hij zit nou alleen heel raar. Dit is echt de achterkant. Oh, zo. Ja, hij moet zo. Oké, okay. Ik ga jullie zo meteen ook even laten zien hoe het staat. Maar zo ziet hij eruit. En dan van achter kan je hem volgens mij ook nog strikken, ja. Echt een super mooi topje. Heb ik ook in de maat S genomen. En deze was 17,95. Je had deze ook nog in een XS, maar ik dacht nee, ik ga toch even een S pakken. Want dit ziet er al best wel klein uit. Nee, dit is helemaal niks voor mij. Dan heb ik echt een super mooie jurk. Ik hoop echt dat deze past. Ik vond deze wel echt heel erg mooi. En dit is ook een fijn jurkje voor op vakantie. Want ik ga namelijk binnenkort op vakantie. Ik ga naar Curaçao. En dit is wel echt zo'n lekker los jurkje daarvoor. Dit is hem. En ik vind het heel mooi dat hij hier echt zo een vorm geeft. Ik moet alleen even kijken of dat allemaal mooi zit bij mij. Maar we gaan het zien. En dan loopt hij gewoon normaal uit. En dit jurkje heb ik ook in de maat S. En deze was ook weer 17,95. Ik ben echt heel blij dat ik jurkjes heb geslaagd. En ook ben tegengekomen en zo. Want ik had dus echt gewoon 0 zomerjurkjes. En nu heb ik die weer lekker. Oké, jongens. Dit jurkje is echt een flop. Hij is echt veel te groot aan de bovenkant. Dit ziet er niet uit. Ik ga hem niet laten zien, want hij ziet er echt zo niet uit. Oké, we gaan naar de andere items. En als laatste heb ik nog een hele leuke blouse. Grapje, ik heb nog iets dadelijk. Deze blouse. Deze is van Kant en ik vind deze echt super schattig. Dit vind ik leuk op een shortje of gewoon zo en dan naar het strand toe. Helemaal leuk. Ik heb deze wel in de maat XS. Ik weet niet of die te klein is. Ik zag deze laatst ook al, maar toen had ik hem toch even laten liggen.
En mijn moeder zag hem nu ook, want mijn moeder was ook gewoon mee aan het kijken en zo in Zara. En toen zei ze, deze is ook wel echt leuk. En toen dacht ik, ja, oké, okay, ik vind hem ook wel echt heel leuk. Maar ik kan hem toch even toen laten hangen. Deze is 39,95. En hier heb je ook weer het artikelnummer. En dan voor daaronder dacht ik, stel ik wil het een keer met uit eten of zo, dan moet ik er wel een goed topje onder. En daarvoor heb ik deze. Want een normale BH, dat zie je wel echt heel erg. En dit is gewoon prima, om, zeg maar, als je het ziet. Deze heb ik in een maat S en was 5,95. En hier weer het artikelnummer. En dan als laatste de vlogcamera. Oh, ik ben zo excited. Ik ga hem nu namelijk ook unboxen. Ik heb hem trouwens bij de Mediamarkt gekocht. Nou, ik ga het even uitpakken hoor. Als eerst ga ik even nog iets anders laten zien. Dit is namelijk een tasje om hem in te bewaren. Om hem ook mee te nemen op vakantie. Of stel je gaat ooit een weekendje weg of weet ik veel wat en je wilt hem meenemen. Is natuurlijk wel handig om een cameratasje te hebben. Dus ik heb deze ook meteen gekocht. Ik weet niet of het een goed merk is, maar iemand had ons heel goed geholpen. En dit is van het merkje Kuhlmann. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord, maar het zal wel goed zijn. Dus hierin kan ik ook alle opladers doen. En weet ik het wel, dat zei die in ieder geval. Ik kan hier gewoon open ritsen en dan kan die hier waarschijnlijk gewoon in. Maar dat gaan we straks allemaal zien. Ik heb ook nog een extra geheugenkaart, want ik heb zeg maar zo'n vlogkit gekocht. Want er zit een camera in en een statiefje en ook een geheugenkaart. Maar die geheugenkaart is van 64 gigabyte, als ik het goed zeg. Ja, en deze is 128 en daar kan je net wat langer mee filmen. Dus ik heb deze ook alvast gekocht, want ik ga ook op vakantie en dan wil ik ook leuk vakantievloggen. En dan wil ik natuurlijk niet dat er opeens mijn geheugenkaart vol is, dus ik heb er nog even eentje extra gekocht. Maar dan, waar het eigenlijk om draait, mijn camera. Je kan hem dus ook gewoon loskopen, maar ik heb de vlogkit gekozen. Ik dacht, ja, als we hem doen, dan doen we het goed. Hier zit dus de camera in. Ik heb gekozen voor de Canon G7X Mark III. Dat is wel een camera die nu gewoon echt heel erg goed is. En ik heb voor het beeld 4K. Je hebt namelijk ook full high, of ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar het beste is eigenlijk 4K. In ieder geval, dat zei die meneer in de winkel. Als ik het nu echt goed zeg. Hè? Sorry als ik het misschien verkeerd zeg. Maar in ieder geval dat. En dan zit er dus ook zo'n dingetje bij. Dat ik zo kan filmen. En een geheugenkaartje dus. Maar we gaan hem snel openmaken. Want ik ben echt heel erg excited. Zoals jullie misschien wel kunnen zien aan deze smile. Als eerste. Oh, dit is een dingetje. We gaan wel even als eerst beginnen met dit. Dit is volgens mij de statief. Of ja, dat één dingetje dat je hem ook vast kan houden. Oh jongens, ik ben zo excited. Ik kan niet meer. Ik moet echt allemaal nog uitvogelen hoe dit allemaal werkt. Maar dat komt wel goed. Als eerste drie losse zakjes. Daar ga ik nu niet helemaal op in. Anders gaat het wel heel lang duren. En dan in dit zakje hebben we dit. Dit is volgens mij wel echt heel handig. Oké, ik ga hier niet te veel aan draaien. En dan kan je gewoon zo lekker filmen. Dat is top. Daar ga ik nu even dus niet verder op in. Ah. Oh my god. Oh, jongens, ik kan niet meer. Oké. Nog een keer. Dit is hem dus. Oh, PowerShot G7X Mark III. Oké, we gaan hem openmaken. We gingen dus uit eten en ik moest gewoon de hele tijd wachten tot ik thuis was en toen pas openmaken. Nou, dat was wel even moeilijk hoor. Hier zit ook dus nog het extra geheugenkaartje in. Nou, dan hebben we een aantal boekjes. Dat is wel handig. Ik ga ook vanavond heel de tijd YouTube kijken over deze vlogcamera. Want ik wil dit gewoon weten hoe het werkt. Want dan kan ik eindelijk echt van goede kwaliteit video's maken. Nou, een oplader. Dat is altijd handig. Dan heb je hier een klein bakje. Hier zit hij dan in, denk ik. Hier heb je ook nog allemaal dingen. Geen flauw idee wat het is. Oh, een batterij. En dit is volgens mij een lusje dat je hem echt in je pols kan doen. Dat is wel handig. Dan zit hij in dit zakje. Oké. Oh my god, jongens. Ah! Ik heb hem vast. Oh, hij is zo mooi. Hij heeft dus hier ook zo'n klepje. Oh my god. Zie je hem al zo lekker vloggen? Oh, dat is zo leuk. Oh. Huh, wat doe ik? Oh. Nou. Oh, ik ben zo blij.
ben ook echt heel erg dankbaar hier natuurlijk voor. Ik heb de helft meebetaald, jongens. Oh mijn god. Oké, jongens. Nou, ik ga lekker een avondje met dit ding aan de slag. Heel blij ben ik hiermee. Echt super blij. Ik ga ook even nieuwe dingetjes passen. Jullie hebben dat denk ik wel tussen het hele gebeuren gezien. Ik ga lekker een avondje met de camera spelen. En misschien zie ik jullie straks nog eventjes als het is gelukt een beetje met de camera. En anders zeg ik nu bedankt voor het kijken in deze video. Vond je de video nou leuk? Doe dan zeker eventjes je blauw duimpje omhoog. Abonneer je eventjes op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super leuk vinden als je dat zou willen doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!